Wat ooit was voorbij, want nu zijt jij mijn grootste vijand. Kom op, doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Van wie ik ben. Van wie ik ben. Première voor meneer Leon, maar ik heb de show eigenlijk al 230, 250 keer gespeeld. In een ander personage, Staf de Kerk, de klerk. Wat is nu meneer Leon? Was dat wel een rol die op uw verlanglijst stond? Van het moment dat ik van deze productie afwist, wel ja. Er is ook van in het begin gezegd, ik was understudy voor Herbert en Jo die het in de eerste run gedaan. En dan ja, Jo kon niet omdat hij het anders aan het doen was en Herbert werd ziek. Ik was sowieso gevraagd om nu volledig meneer Leon te spelen. Alleen moet ik nu alle voorstellingen spelen omdat ze allebei er niet bij zijn. Wat is de uitdaging in deze rol? Ik denk dat de moeilijkheid is dat je krijgt heel weinig tijd om jouw personage neer te zetten. Dat geldt bijna voor iedereen behalve de twee zonen. De rest zijn allemaal heel korte scènes en op die korte tijd moet je doen. Moet je geloofwaardig overkomen en toch ook nog genoeg meegeven aan het publiek dat ze voldoende informatie hebben om te zien van klopt het wat er eigenlijk gebeurt. Ja, ja. Nou, heb je al zoveel gedaan in jouw rijke carrière. Hoe bereid je dan voor op deze rol? Oh, dit is een beetje zuiver technisch routineus bijna. Je hebt standaard dingen dat je weet van eerst het verhaal zien, dan hoe past dit personage in het verhaal, wat is de evolutie van het personage en dergelijke. Daarnaast komt er natuurlijk de geschiedenis bij, die toevallig heel dicht in de buurt van mijn familiegeschiedenis komt. Want mijn vader stond op de hoek van de straat te wachten op zijn vriendin die te laat was, waardoor hij niet in de cinema zat. Ja. Cinema Rex die ontploft is, ja. Anders had ik hier ook niet gestaan natuurlijk. Daarnaast heb je ja, de historische, de geschiedenis ken ik, Wereldoorlog 2 interesseert me wel een beetje. Ik heb dan nog dingen, ik heb nog stukken gespeeld over Wereldoorlog 2. Ik ken het personage van Staf de Klerk ook wel, het enige echt historische personage dat in de voorstelling komt. Ja. En ja, al die dingen bij elkaar geven dan een beeld van waar je naartoe wilt, zeker met Staf de Klerk. En meneer Leon heeft het grote voordeel, hij is een beetje een geheimzinnig mysterieuze figuur. Zo van waar komt die man? Hij weet blijkbaar heel veel. Hij kan goed inschatten van wie hoort bij ons, wie hoort niet bij ons. Dus ja. Fantasie wel laten werken. Hè. Vliegtuig! Hier heeft de piloot op! Duur, wacht, duur, wacht, duur, wacht, wacht, wacht! Hoe ging het vanavond? Het ging goed. Ik heb er alleszins heel erg van genoten. Ik heb er naar uitgekeken en nu mag ik eindelijk. Voilà. Maar het was natuurlijk niet de eerste keer, want je hebt natuurlijk een paar try-outs gehad. Ja, ik heb een paar keer, voor vandaag een paar keer mogen proberen wat dat heel fijn was. Want het is natuurlijk een complex ding met bewegend decor en met tribunes en zo. Dus dat was wel nodig.
En ik hoop dat ik vandaag... Ik wist wel waar ik naartoe moest lopen en welke teksten ik moest zeggen op welk moment. Dus dat is wel gelukt. Ja. Toch wel extra spannend, omdat je weet, het is een rolpremière. Dat is wel een beetje spannend. Maar het is dan fijn als je van die spanning iets positiefs kunt maken. Hè, dat je extra gefocust bent. En dat lukte wel. Dan heb je wel een hele mooie reis gemaakt door theater en filmwereld. Als we eventjes 20 jaar teruggaan. Samson en Gert natuurlijk, dat je heel veel in de achtergrond speelde. Ja. En dan nu, bij 40, 45. Wat gaat er door je heen dan? Ja, dat is echt leuk. Want inderdaad, als kind stond ik daar altijd van achter. Dus ik wil daar van voor staan. En dan nu sta ik daar. En dat is genieten. Ja, en inderdaad ook als ik dan op Studio 100 terugkwam voor deze rol een beetje voor te bereiden, dat was heel leuk, want ik heb daar ook mijn jeugd als kind wel grotendeels doorgebracht. Dus dat was even zo, dingen komen samen. Dat is leuk. Maar goed, op een gegeven moment kreeg je te horen dat je deze rol mocht doen. Ik neem aan dat je daar natuurlijk audities voor moest doen. Was dit wel een rol op jouw bucketlist? Ja. Ja, ik heb de première gezien een jaar geleden en ik dacht, dat zou ik toch graag doen. Ja. Oké. Dan gaan we nu op weg naar 75 jaar bevrijding. Wat doet dat met jou? Geeft het een extra tintje? Wel, daar heb ik... Nee, niet zozeer. Zo'n jubileum betekent niet heel veel voor mij. Maar ik blijf wel, als ik zelf ook achter de schermen weer eens het verhaal volg, altijd... zien hoe belangrijk dat toch blijft. En dat is een open deur, maar dat is zo om te vertellen dat als verschillende culturen samenkomen, dat even botst en dat ook normaal is. En dat je dan moet gaan zoeken samen van hoe gaan we deze doen en dat haatboodschappen verspreiden. Ja. Gaan stigmatiseren dat niet the way is. Ik denk dat dit verhaal dat wel bevestigt. Ja. Dus daarom vind ik het een heel waardevol ding en ben ik heel blij dat ik daaraan mag bijdragen. Hier vergeet je de miserie van daarbuiten. Hier bestaat de oorlog niet. Door de lichten uit te doen, de deur te sluiten, kunt ge vluchten in dat wat ge ziet. Deze keer is het anders. Deze keer is het anders. Deze keer voelt het anders. Deze keer voelt het anders. Zo moet mijn leven zijn. Mijn werk nog. Kan ik nog naar de Rijksmacht, mijn zoon nog mee? Dit is middenmode, wordt dit dan verboden? Kan ik nog gewoon naar mijn stamcafé? Want is het anders, is het anders, anders dan misschien die eerste keer. Is het anders, 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 gaat ons anders niet meer. Wat is er mooi aan jouw rol nu? Het mooie is dat ik gewoon lekker kan spelen. Ik kan echt superveel laten zien. En ja, Marie kan echt alle kanten tonen. En van happy naar heel boos. En dat is super fijn. Omdat eigenlijk iedereen mij kent als de Maya, die dat de clown eigenlijk altijd uithangt. En Rocky Horror Show was ik dan Columbia, de gekke. Eigenlijk altijd. En nu kan ik zoiets serieus laten zien. En natuurlijk als stemactrice en nu gewoon in beeld. Voilà. Ja, dus dat is super fijn. Ja, ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. Echt waar. Ik vroeg het net ook al aan de anderen. Is het dan ook een rol die op jouw bucketlist stond? Sowieso. Ik wou echt heel graag iets serieus doen. En natuurlijk Studio 100. Ja, dat is voor mij echt altijd een droom geweest. Dus, en nu in zo'n productie mogen staan en zo'n rol mogen spelen. Ja, halleluja. Ik ben heel blij. En het vooruitzicht is dat je gewoon tot juni volgend jaar mag blijven spelen? Jazeker. Ja, ik ga lekker door. En we gaan gewoon volle bak met de show verder. Maar een beetje een persoonlijke vraag. Het kan op een gegeven moment denk ik ook wel slopend worden als je dit avond na avond moet doen. Ja, maar ik ben daar denk ik persoonlijk niet zo'n heel moeilijke in. Ik vind altijd wel iets leuk om de show terug te starten. Ik kan op één hand tellen dat ik van alle shows dat ik ooit heb gespeeld, dat ik mee slecht, allee, dat ik zo de show in ging. Ik ben echt iemand dat vrij positief wel erin gaat. En ik vind het altijd wel iets leuk. Ja.
Maar ik neem aan dat er ook wel een paar vrije dagen voor je bij zitten in de week. Ja. En dat jouw understudy nu dan jou moet vervangen. Dus nee, we zijn gelijk. We zijn echt gelijkwaardig. Ja, ja. En dat is wel heel dankbaar, want dan kan je nog wel andere dingen doen. Maar ik ben ook altijd heel blij dat ik hier terug ben. Ja. Want ik heb een beetje FOMO. Hè, zo, fear of missing out. En dan kom je hier en dan is het zo, yay, ik ben er weer bij. Dus dat is top. Ja, het is een ontzettend mooie productie. En gefeliciteerd aan allen in ieder geval. En aan jouzelf natuurlijk voor jouw mooie première vanavond. Dankjewel, dank je. En de volgende keer zijn we er weer bij. Voilà, super om te horen. Kijk goed. Dankjewel.